kunnen de verdedigers van Frits van den Berg de topscorer van de tweede divisie Perry Powell van de goal afhouden? Zet TSC de opwaartse lijn van de afgelopen weken door? Hoe is het met de vorm van Jip Bartels? Zomaar een aantal vragen waar zaterdagavond 3 september rond 8 uur een antwoord op gegeven kon worden. Welkom bij TSC TV met in deze aflevering het verslag en de achtergronden van de wedstrijd TSC Kozakken Boys. Allereerst de opstellingen van de ploegen. Te beginnen bij TSC. Op doel Van der Sman. In de achterhoede Vierek, Van Inge, Sjakison en Takasawa. Op het middenveld Vink, Westerlaken en Van Gessel. En de voorhoede van TSC wordt gevormd door Bartels, Peltzer en Huygens. Vervolgens de opstelling van Kozakken Boys. Op doel Den Hartog, Montero, Pollemans, Jacoba en Gari in de achterhoede. Pires, Tavares, Stout, Van Nuland en Sonmets op het middenveld. En Powell en Mendes Moreira vormen de voorhoede van de Kozakken Boys. Al vrij snel werd duidelijk dat de Kozakken Boys een maatje te groot was voor TSC. De Tielse tweede divisionist ging met 0-2 ten onder tegen de Werkendammers, die al jarenlang de top van het zaterdagvoetbal beheersen. Na een eerste kwartier met van beide kanten lange ballen was de eerste kans voor TSC. Bart Westerlaken paaste op Wilmilio Vink, die het zijnet raakte. Daarna namen de bezoekers de wedstrijd in handen. Delano Stout zag zijn knal net over de kruising zeilen. Een schot van Everton Pires Tavares werd aangeraakt en ging naast. Dat waren al een aantal waarschuwingsschoten op het doel van Van der Sman. Na ruim een half uur kwamen de Kozakken Boys op voorsprong. Routinier Barry Powell gaf een slim setje aan Sven van Inge, waardoor hij viel. Abita van der Burg liet doorspelen en nam met Mendes Moreira ronde af 0-1. Drie minuten later leek de wedstrijd gespeeld. Linksback Sani Montero kreeg alle ruimte om op te komen. Kai Huygens probeerde op snelheid nog te herstellen, maar deed dat binnen het strafschopgebied. Van den Burg, de scheidsrechter, legde de bal op de stip en gaf Huygens geel. Barry Powell schoot de bal laag in, maar doelman Sebastian van der Sman pakte de inzet. Met Kutty de wind voor Westerlaken probeerde TSC na rust meer aanval in het spel te krijgen. De opzet mislukte, vooral omdat van achteruit het doordekken slecht werd uitgevoerd. Ook bracht de wind opnieuw niet wat er op dit niveau verwacht mag worden. In die fase had Stout de wedstrijd voor de Kozakken Boys moeten beslissen. Na een doorgeschoten bal schoot de speler wild over. Na ruim een uur beslisten de bezoekers de wedstrijd alsnog. Van der Sman kwam uit zijn doel en miste de bal half. Deze werd door Kozakken Boys voor het doel gebracht, waar Riley Ignacio de bal kon inkoppen. 0-2. Voor TSC was Brian Peters al in het veld gekomen voor Huygens. Na de tweede treffer kwam Mohamed Nouri voor Jip Bartels. En Peters liet zich in dat half uur oprecht meerdere malen positief zien. Hij maakte het Montero aardig lastig. Dat kon niet gezegd worden over de linkervleugel, waar Nouri en de wind het niet afweten. Al met al een verdiende nederlaag voor de boys uit Tiel. En het laatste fluitsignaal is er een einde gekomen aan deze wedstrijd. TSC Kozakken Boys. We feliciteren dan ook de spelers van de Kozakken Boys en natuurlijk ook de toeschouwers vanuit Werkendam. Nog een aantal statistieken. 938 betalende bezoekers hadden we vandaag ontlokt. Dank dat u bent gekomen. Natuurlijk bent u bij de eerstvolgende wedstrijd weer van harte welkom. Dat is op zondag 18 september. Dan spelen we tegen de Treffers uit Groesbeek. Danny Buijs, trainer van Kozakken Boys, gefeliciteerd. Het zat er geen moment in voor TSC. Ja, ik zei het net al, ik deel die mening niet helemaal. Want ik vond de eerste helft wel dat wij het initiatief hadden. Maar niet dat we heel veel grote kansen creëren. En dan bleef het lang 0-0. En dan hebben we een paar goede momenten net voor rust waarin we de 0-1 maken. En penalty krijgen. Ja, helaas missen we die, anders ga je met 0-2 de rust in. Ja, dat had een breekpunt in de wedstrijd kunnen zijn. Ja, ik denk dat TEC dan wel een, of TSC, hoe moet ik het uitspreken, TEC of TSC? Wat jij wil, wij houden het op TSC. Oké, TSC. Als je dan de 0-2 maakt net voor rust, dan krijgen ze inderdaad wel een tikkie. Ik vond de fase van ons na rust ook goed. Daar kregen we ook een flink aantal kansen, daarin maken we ook de 0-2.
En ja, in de eindfase gaat TSC alles of niks spelen met de grote mensen voorop, lange bal. En ja, dan zijn we misschien 2 of 3 keer goed weggekomen. Want ja, als zo'n balletje een keer verkeerd valt en hij gaat erin, dan is het zomaar 1-2. Daarentegen hebben wij misschien ook nog wat kansen gehad om de derde goal te maken. Ja, het enige wat je Kozakkenboys kunt verwijten, 7 opgelegde kansen. Jullie schieten er maar 2 in. Zo simpel is het. Ja, dat bedoel ik ook. In zo'n eindfase, als het dan 0-2 staat, TSC gaat ruimte weggeven. Dan krijg je misschien wat moment om die derde te maken. Ja, als je dat doet, is het vaak gespeeld. Dat hebben we niet gedaan. Ja, dan blijven die jongens erin geloven. Dat is wel een compliment voor TSC. Dat ze eigenlijk tot de laatste seconde er wel voor zijn blijven strijden. En er alles aan gedaan hebben om, 1-2 te maken of misschien nog wel meer. Het was schrikken geblazen toen jullie superspits, de heer Pauwels, dat die uitviel. Ja, Berry nam die aanloop bij de penalty en hij zei dat het daar al erin schoot. En tot overmaat van ramp miste hij die panel ook. Dus het had beter een minuut eerder kunnen gebeuren, had hij die panel niet genomen. Al met al, met de Kozakkenboys, het gaat goed in die tweede divisie. Wat denk je zelf? Waar gaan jullie uiteindelijk eindigen? Ja, ik moet zeggen, een beetje misschien cliché. Ik vind het een hele leuke competitie met heel veel tegenstanders die denk ik van elkaar kunnen winnen. Dus ja, je moet elke week een goede dag hebben om je puntjes te halen. En nou, die hadden jullie en TSC totaal niet. Nee, dus wij staan op 4-7. Ja, ik vind als wij ons niveau halen dat we dit seizoen wel in de top 7 mee moeten kunnen doen. Frits van den Berg heeft er geen moment in gezeten. Wat is de les van vandaag? Nou, de les is in ieder geval dat we tegen een ploeg hebben gespeeld die we ook in het komende seizoen meerdere zullen tegenkomen. Die vooral in het fysieke, vooral het veroveren van de tweede bal. Ja, en ook de slimheid. Hè? En daar hebben we het eigenlijk tegen afgelegd. Toch, al met al, de beleving. Het is wel echt voetbal, hè? Ja, dit is een mooie entourage. Er was veel publiek. Het weer was fantastisch. We hebben een aardige wedstrijd gezien. Met name in de tweede helft. Er gebeurde ook weer van alles. We waren niet in staat om de aansluiting te maken, die ene treffer. En dan kan het nog weer, kun je een opleving krijgen. Het blijft voetbal, het balletje is rond, ja. We kennen het verhaal. Al met al, hier doen we het voor. Ja, hier doen we het zeker voor. We zullen wel vaker dit soort wedstrijden spelen dit seizoen. En misschien het volgende weekend alweer bij HSC. Worden geen makkelijke potjes, maar luister, waar we vandaan komen en waar we nu staan. Het is fantastisch dat we dit kunnen brengen. En alleen wij moeten hier wel een hele wijze les uit gaan leren. Sven van Inge, het heeft er geen moment in gezeten, maar toch heb je een degelijke pot gevoetbald. Ja, nou ja, kijk, wat je degelijk kan noemen als je 2-0 verliest, dan ik denk dat dan overal net een stapje tekort is geweest. Dat is denk ik ook gewoon bij mij. Van cruciaal belang was die 1-0. Ja. Tot dat moment had jij die beste meneer Pauwels goed in je broekzak zitten. Er wordt een overtreding gemaakt en de scheidsrechter fluit niet. Ja, toen was het gebeurd. Een slimmigheidje denk ik. Ik denk ervaren gelouter de spits. En hij gebruikt zijn lichaam heel goed. Ik denk dat de scheidsrechter moeilijk kon zien, maar ik was in een achterwaartse beweging. Ik wil eigenlijk die bal gaan koppen en op het moment dat ik op 1 been sta, word ik uit balans gebracht. En licht of niet, misschien moet die fluit. Ja, ik moet de beelden terugzien. Maar goed, dan is er nog altijd die tweede bal die dan gepakt moet worden. Of de opkomende man die opgevangen moet worden. Ja, kijk, dan eigenlijk gaat het dan van de ene kant naar de andere kant. Maar goed, als die scheidsrechter daar wel voor had gefloten, dan nog, TSC heeft geen kans gehad. Geen goede kans om die wedstrijd te winnen. Ja, misschien als die goal niet valt. Sebas pakt de penalty. Ik denk dat we daarna, na die penalty toen we gepakt hadden, dat we nog wel een soort van een bevlieging kregen. Dat we wel even een beetje begonnen te drukken. Nou, op een gegeven moment een keer naar binnen en een keer een schotje, weet je wel. Gewoon een paar speldenprikjes. Maar ja, 1-0 achter en we stonden gewoon goed te verdedigen. Ja, we hebben het gewoon te weinig gebracht, denk ik. Ja, goed. Wel ruim 900 man hier op Sportpark de Lok. Ja, dus de beleving is natuurlijk wel fantastisch. Hè? En dan volgende week naar Hardenberg toe. Je hebt er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Ik heb natuurlijk vandaag mijn eerste basisplek. Ik heb er hard voor gewerkt. En ik hoop dat ik het volgende week weer mag laten zien. En die 900 supporters, dat is echt gewoon voor zo'n zaterdagavond 6 uur. Het is mooi weer. En als je dan aan het voetballen bent en je ziet iedereen zo om dat veld heen staan. Dan weet je wel dat je met tech stap hebt gemaakt. En dat is wel mooi om te zien. Ahmed Alazouti, volgens mij een makkelijke pot voetbal. Langs de kant natuurlijk lijkt dat het soms wat makkelijker dan dat het is. Alleen wij blijven gewoon altijd als team hard werken en we krijgen altijd wel kansen. Zo zie je, dan krijgen we eerste helft goede mogelijkheid, gelijk een goal, penalty erbij. Die maken we dan niet helaas.
En gelukkig maken we de tweede helft dan wel af. Ja, het ziet er soms makkelijk uit, maar dat is het lang niet altijd eigenlijk. Want... Nee, het is natuurlijk een combinatie waarvan alles. Fysiek zitten jullie ook gewoon goed in elkaar. Het loopt. Ja, wij hebben in principe wel verschillende dingen in de ploeg die je nodig hebt om een wedstrijd te winnen. En fysiek zit er ook bij, slimmigheid, creativiteit. Eigenlijk, hebben jullie nog een moment gehad dat je dacht van nou moeten we gaan oppassen? Ja, ik even eerlijk zijn. Ik persoonlijk zelf niet, want als ik langs de kant keek, dan zag ik dat wij wel beter waren. Alleen het blijft natuurlijk nog altijd voetbal, want je hoeft maar één foutje te maken of wat dan ook. En de wedstrijd kan natuurlijk altijd weer anders zijn. Dus dat is iets wat altijd al zo is. Maar als ik zat natuurlijk de eerste helft op de bank, als ik dan langs de kant keek, toen, ik vond dat wij niet echt in gevaar kwamen om hier punten te laten liggen vandaag. En dat is ook niet gebeurd. We hebben de tweede helft gewoon goed afgemaakt. Misschien hadden we nog een goal erbij kunnen maken. Dat is helaas niet gelukt. Emilio Vink moet balen zijn, gewoon een, om het maar plat te zeggen, een klote gevoel. Ja, is het zeker. Vooral na de goede overwinning vorige week en dan hier. En we gingen er met veel vertrouwen in en het is gewoon zuur. Dat je, je wordt gewoon alle kanten weggespeeld, je verliest met 2-0. Hoe kan dat nou? Ja, ik heb geen idee. Ik denk vorige week de eerste 25 minuten hadden we het ook lastig. Daarna pakken we het goed op en dan gaan we ons eigen spel spelen en we winnen alle twee de ballen. Nu was het wat moeizamer. Ook tegen die twee spitsen van hun. We wisten niet helemaal goed hoe we moesten staan. En het was gewoon lastig. We kwamen gewoon niet aan ons eigen spel toe. En we hebben volgens mij bijna geen kansen gecreëerd. Het viel altijd niet eigenlijk richting onze kant. Ja, en als je met 5-6-0 verliest vanavond, dan had dat ook zomaar gekund, hè? Ja, gezien de mogelijkheden van hun had het zo gekund. En ik denk, misschien hebben we één goede kans gehad. En daar bleef het wel bij. Heb je nog een lichtpuntje gezien? Ik vond Brian viel goed in. Goede pot gespeeld. Hij komt ook van ver, die jongen, dus hij moet zeker zo door blijven gaan. Nou, oftewel weer een stukje verder in de puzzel om uiteindelijk het ideale elftal te krijgen. Ja, dat zeker. We zijn elke week gewoon aan het bouwen naar het ideale team. En daar komen we wel iedere week dichterbij. En het is gewoon kloten dat je dan vanavond verliest. Hey, het lijkt alsof jij al jaren speelt bij TC. Dat is natuurlijk niet het geval. Je komt over van FC Eindhoven. Hoe bevalt het? Ja, ik moest wel wennen in het begin. Want je gaat natuurlijk van 6-7 keer trainen in de week naar 3 keer. Dus dat was echt even wennen en een omslag. Maar ik heb mijn plekje gevonden. We hebben gewoon een leuk team onderling. Hecht team. En ik voel dat ik iedere week wel beter weer aan het worden ben. Want het is toch wel even ander voetbal nog. Maar ik voel voor mezelf dat ik een beter seizoen aan het draaien ben dan vorig jaar nog. Sebastian van der Sman, ondanks dat je gewoon een puikenwedstrijd hebt gevoetbald, het zat er geen moment in? Nee, verdiend verloren. We hebben eigenlijk geen uitgespeelde kans gecreëerd. Toch een persoonlijk hoogtepuntje, het pakken van die penalty vlak voor rust. Ja, penalty stoppen is altijd leuk als keeper zijnde natuurlijk. Maar als je dan een resultaat haalt, dan betekent het nog iets. En nu is het een beetje een nietszeggende redding. Heb je nog lichtpuntjes gezien? Ja, vind ik lastig om nu even te zeggen, maar kansloos verloren. Dus we hebben wel als een team gestreden, dat wel. Ja, dat is het lichtpuntje. Hey, we hebben hier een aantal fans staan. Komen jullie er eens even bij? Gefeliciteerd met de wedstrijd! Nou, dankjewel meiden. Oké. Dan de uitslagen van deze speelronde. Spakenburg Jong FC Twente 5-0. Jong Sparta Barendrecht 1-3. Katwijk HHC Hardenberg 3-3. GVVV De Treffers 3-1. Jong AZ Excelsior Maassluis 3-2. TEC Kozakkenboys 0-2. VVSB Jong Vitesse 3-1. AFC Koninklijke HFC 3-1. En UNA FC Linde 0-4. Dan de stand per 4 september 2016. Jong AZ bovenaan, 4 wedstrijden gespeeld, 10 punten. AFC uit Amsterdam, 9 punten, tweede plaats. GVV uit Veenendaal, 8 punten. Spakenburg, 7 punten. En de Kozakkenboys staan op plaats nummer 5 met 7 punten uit 4 gespeelde wedstrijden. FC Linde vinden we daar weer onder met 7 punten. En TSC, die vinden we terug op plaats nummer 13, 4 punten uit 4 gespeelde wedstrijden.
Dan de beoordeling van de spelers van TEC. Sebastian van der Sman, een 7.5 en daarmee man of the match. Emilio Vink, een 7. Brian Peters, een 7. Rendel Sjakisson, een 6.5. Bart Westerlaken, een 6.5. Sven van Inge, een 6.5. Matthijs van Gessel, een 6. Aki Takasawa, een 5.5. Jos Peltzer, een 5. Kai Huygens, een 5. Jip Bartels, een 5. Kurtli de Wint, een 4. En Mohamed Nouri, eveneens een 4. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 18 september en begint om 2 uur. Dan ontvangt TSC op Sportpark de Lok de treffers uit Groesbeek. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.